We zijn hier vandaag bij Hans Biermans. Zijn hele huis staat vol met kerststallen en die gaan we natuurlijk allemaal bekijken. Hij wilde graag in deze hoek beginnen en waarom? Nou, dat is heel simpel, omdat in deze hoek, ik zal het even aanlichten, staat een beeld van Franciscus. Franciscus van Assisi, die in het begin, eind 12e en begin 13e eeuw leefde. En Franciscus wordt algemeen geacht als de feitelijke uitvinder, zou je kunnen zeggen, van de kerststal. Wat is namelijk het geval? In de tijd dat Franciscus leefde en feitelijk de armoede preekte, en zich ook het lot van de armen heel erg aantrok, waren diezelfde armen, die arme sloebers, het schorimori, waren helemaal niet geliefd in de kerk. Die stonken maar. En bovendien, ze brachten niks in. En Frans zei, jongens, dat klopt niet. Prelaten en priesters en pastoors. Want Jezus is feitelijk gekomen, juist voor die arme sloebers. En om dat te illustreren en om die boodschap, die blijde boodschap van het evangelie dus, aan die armen te brengen, vroeg en kreeg hij van de toenmalige paus toestemming om in de buurt van Assisi, in Greggio, in een grot, een levende kerststal te creëren en daar het kerstevangelie te brengen. Dat is goed, zei die paus, maar dan geef ik bij deze de lokale pastoor de opdracht om daar dan ook een nachtmis te celebreren. Want je hebt gelijk, die arme donders, die hebben er recht op. Dat was dus een allereerste levende kerststal. En ja, die pastoor die zag er eigenlijk wel brood in. En na hem alle mogelijke prelaten enzovoort enzovoort. Dus dat ging als een olievlek, verspreidde zich die levende kerststal over de diverse kerken in de omgeving. Er was geld mee te verdienen blijkbaar, want daar kwamen meer mensen op af. Dat was op een gegeven moment natuurlijk niet meer te handhaven. Dus werden die levende kerststallen werden beelden. En de een al rijker uitgedost dan de ander. Wat natuurlijk eigenlijk helemaal niet de bedoeling is van het kerstverhaal. Maar ja, aldoende en door het jaren heen kwamen die kerststallen niet alleen in de kerken, maar ook bij de koningen en de edelen. Na die edelen kwamen de rijke kooplieden en andere notabelen. En sinds, eigenlijk een beetje sinds begin vorige eeuw, begon zich dat ook te verbreiden over met name oorspronkelijk de rooms-katholieke gezinnen. Tegenwoordig zie je ze ook heel vaak in protestantse gezinnen. Maar dat is dus de reden waarom ik deze rondleiding eigenlijk daar wil beginnen, bij Frans van Assisi. Ere wie ere toekomt. En hoe oud is dit beeld? Nou, dit beeld is niet oud. Dit heb ik in de tijd gekocht, een jaar of 15 geleden, in Indonesië. We gaan ieder jaar naar Indonesië en deze expositie is daar ook op gericht. Er staat daar een grote collectebus. En het is de bedoeling dat bezoekers van deze tentoonstelling, dat die ook wat in de bus stoppen, vrijwillige bijdrage. En die is voor een stichting die we hebben. En dat is de stichting Bantu Anak Anak. Dat is een stichting die hulp biedt aan kinderen in Indonesië. Bantu betekent hulp en Anak is kind, dus meervoud kinderen. Vandaar ook mijn outfit op het moment met mijn battinghemd. Je ziet er echt prachtig uit met dit mooie shirt. Een ver familielid van mij is getrouwd en zijn schoonmoeder, die hoorde van ons project. En zei, nou, geld heb ik niet, maar ik zal wel een kerststalletje kan klossen. Als hij dan weer een tentoonstelling heeft, brengt er misschien wat meer geld op. Iets verderop, naar rechts, op die schotel, heb ik een kerststal. Daar weet ik zeker van dat die uit Portugal komt. Hoe weet ik dat nou zeker? Daar staat een haan bij, hier zo. En een haan is het nationale symbool van Portugal. Er is nog wat anders bijzonders aan die groep. Je ziet hier dus de geboorte van Jezus verbeeld, maar ook al een aanwijzing
naar zijn latere lijden. De Haan namelijk. De Haan die refereert aan het verraad van Petrus. Deze groep, die vond ik daar. En dat is een groep die komt uit, en is ook gemaakt, in Sulawesi. Mm-hmm. Het oude Celebes. En je kunt het ook zien, ik wil zeggen, aan de bevolking. Mensen zijn daar aanmerkelijk langer als in grote delen, andere delen van Indonesië. En ja, ik werd getroffen door inderdaad die statige houding van de mensen. Dat is, daar heb je er daarnaast nog eentje staan. Dat komt van Centraal-Afrika. Die, ook die zwarte daar. Dat is van een Centraal-Afrikaans herdervolk. Even te zien. Hè, de dracht van met name die herdersdrachten met die puntmutsen, zal ik maar even zeggen. Ja. Maar je ziet ook weer de westerse invloeden. Daarnaast staan drie koningen. Ja. Duidelijk herkenbaar aan een troon. Klopt. Die ze eigenlijk daar helemaal niet kennen. En dan hebben we hier een heel ander stalletje staan. Ja. Dit is een van mijn laatste aanwinsten. Ik kon hem niet laten staan. Die vond ik hier in de derde wereldwinkel. En dit is een stalletje wat mij verteld is dat uit Mantsjoerije zou komen. Ik had hem ook niet laten staan hoor. Nee, toch niet. Maar als we het nou over schatjes hebben. Ja. Dan vind ik dit ook een ontzettend lief dingetje. Het heeft wat hoemelachters, hè? Ja. Vind ik zelf. Wat kunt u daarover vertellen? Daar kan ik verder niks over vertellen. Niets? Nee. Nee, ik heb geen flauw idee waar die vandaan komt. Mm-hmm. In tegenstelling tot deze grote groep hier. Dat is een groep die gebruikt werd op een antroposofische school. En ik heb me laten vertellen dat de kinderen die zelf gemaakt hebben. Nee. Ik denk het ook niet. Een heel bijzondere vind ik ook deze hier. Een kalabas. Uit Centraal-Amerika. Het is een notendop, een halve notendop. Met daarin een houtgesneden, handgesneden stalletje. Wat leuk gedaan. Is mooi, hè? Deze is helemaal uitgehouwen uit één stuk hout? Uit één stuk ebbenhout. Hij is mooi. Ja, hij is ook mooi. Hij komt uit Tanzania. Ik vind het mijn topper, mijn topstuk. Als je dat ziet ook, die koppen, hoe prachtig die uitgesneden zijn. En alles erop. De herder erbij, de schaapjes, uiteraard het kind. Jozef en Maria. Mm-hmm. Dus ja, ik vind hem... Ik ben er heel erg blij mee. Ja. Hij is heel mooi, ja. Ja. Die kun je dus om een theelichtje heen vouwen. Zodat dus helemaal in de ronde het hele kerstgebeuren opstaat. He, in het midden centraal natuurlijk de heilige familie. En dan rechts de herders. En aan de linkerkant komen de koningen. Mag ik raden, India? Nee, helemaal fout. Helemaal fout? Mexico. Mexico? Ja. En een papierenboot. Mooi. Ja. Deze zwarte is een typische uiting van armoede. Waarom? Je ziet de zwarte figuur, Jozef, Maria en het kind, uitgesneden in een stuk blank hout. Met de zwarte figuur en de zwarte ster. Hoe is dat zwart nou gekomen? Dat is geverfd. Het lijkt en zoens meer. Met schoensmeer. Met schoensmeer. En als ik nou later was gekomen, was dit ook allemaal glad gemaakt. Ja. Helemaal. En was het helemaal zwart geweest. En had men het aan de nietsvermoedende toerist verkocht als ebbenhout. Ja, deze groep komt uit Mexico. Net als die we daarnet zagen. En daar wordt de mate van heiligheid op een heel originele manier wordt die... zichtbaar gemaakt, namelijk door die stralenkransen. Ja, kindje Jezus natuurlijk ook, en niet te vergeten, de engel hè, die de boodschap kon brengen. De groep hiernaast is in zoverre heel bijzonder, hij is niet bijzonder. Hij heeft geen enkele museale waarde, maar hij heeft voor mij een hele grote emotionele waarde. Deze groep kwam mijn vader namelijk in 44, in november 44 mee thuis. Heel stiekem, met een grote doos. Wij dachten, daar zit een Sinterklaas cadeau in. Ja?
bleek achteraf dus niet, bleek een kerststal te zijn. En het was in, direct na de oorlog, eind over de 44 bevrijd, heel bijzonder. Bijna niemand had een kerststal. Ze kwamen ook van straten ver bij ons thuis kijken. Gewoon aanbellen, mogen wij even een stalletje kijken. Hier staat het hele geboorteverhaal op. Links bovenaan de boodschap van de engel aan Maria. Rechts bovenaan de droom van Jozef. De geboorte. Dan in het midden rechts het bezoek van de herders. En links in het midden de koningen. Onderaan rechts de vlucht naar Egypte. En onderaan links de kindermoord in Bethlehem. Het hele verhaal in één schilderij samengevat. Hoe mooi. Ja, ja. Dit is toch wel een beetje een bijzondere groep. Dit zijn kerststalletjes waarin bij elk kerststalletje een ander land is afgebeeld. Hier hebben we bijvoorbeeld Frankrijk. En waar zou dit nou vandaan komen? Het zijn kaarsjes. Maar ja, het is natuurlijk heel erg zonde om ze op te branden. Hè? Ik zou ze nooit opbranden, nee. Nee, absoluut niet. Ik zie toch diverse kerstitems die gehaakt, gebreid of gevlochten zijn. Mensen zijn kennelijk heel erg inventief. Als je daarachter die groep bekijkt ook bijvoorbeeld, die is ook weer van maïsblad gemaakt. Ja? Komt uit Centraal-Afrika weer. Zie je weer, duidelijk met de herders volgen. Deze is van blik gemaakt helemaal. En dat blik is helemaal met een spijker helemaal uitgestanst. Hoe meer ik hier kijk, hoe meer stalletjes ik zie. Ja, dat klopt wel. Ik heb ze inderdaad hier in de kamer ook overal hangen. Soms een beetje verborgen. Maar deze is niet verborgen, die hangt voor het raam. En dat stalletje dat heb ik op de kop getikt in de winkel van de Sint-Servaas in Maastricht. Maar dan zie ik er nog eentje voor het raam hangen. Een meer traditionelere. Dat is inderdaad het traditionele, een beetje gebaseerd op de glas in lood schilderijtjes. Zoals die te krijgen zijn over oude beroepen en dat soort dingen. Dit is toch wel een leuk groepje, vind ik. Dat is blik. Pak er even eentje. En je kunt dus hier achteruit vouwen. En dan kun je hem zo weer neerzetten. Maar ook dit is... De engel staat op een doosje. En ze passen allemaal precies in dat doosje. Het hele gevalletje komt uit de Oekraïne. En dan heb ik hier nog een heel bijzondere. Die zal ik erbij pakken. Dat is deze. Die is van brons. Die komt uit de Dom in Paderborn. En waarom is hij nou zo bijzonder? Je ziet daar Jozef met lantaarn, ja. Maria met het kind op de schoot. Maar ik zie geen os, geen ezel, niks niet. Ik zie helemaal niks, nee. Ik kom nou omdraaien. Daar staan ze. Daar steken ze de kop over de onderdeur. Wat leuk. En dan, als ik mijn duim weghaal, kijk wat daar tevoorschijn komt in de hoek. Ja. Klein konijntje. Ja, dat vond ik wel zo schattig. Ik denk, nou, die wil ik er sowieso bij hebben. Nee. Deze is vermoedelijk van brooddeeg gemaakt. En doordat het gelakt is, blijft dat goed. Is het duurzaam geworden. Wilt u meer informatie over deze verzameling van Hans Biermans? Dan kunt u mailen naar hans.bindonesia@gmail.com. En u wordt gegarandeerd teruggemaild.